breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dat was het nieuws bij Radio Veronica. Hij zegt, schiet nou op, man. Oscar. Oh. Kenny? En dat bouwt boten. Ja. Komt ie. Ferry, ik wil even serieus met je praten. Ik ben een stoere vent om te zien. Er zijn namelijk verhalen dat jij de boot hebt gekocht om een beetje stoer te doen bij de club. Dus het gaat mij er even om. Wat is daarop je antwoord? Dat klopt. Ja? Nou, heb je toch mijn antwoord? Ik kijk even in de camera. Dan ben ik stoer bij de club. Nou, ben je nou blij met je antwoord? Nou, moeten wij dat dan geloven? Ik had eigenlijk gehoord dat het ter compensatie was van een klein pikkie. Kom even bij me. Hey. Rot op. Nee. Even eens in de camera kijken. Want waarvoor zou Ferry nou dit schip hebben gekocht? Ik bedoel, ik mis die crew nou al. Die crew hoorde erbij. Het wordt allemaal straks een beetje elite. Allemaal zeg dure altijd, jachten, en dure boten. En daar durf ik gerust voor uitkomen dat het compensatie is van iets anders. Hè? Nou ja, kijk maar. Ik bedoel, ja, dat is niet zo hoor. Nou, laat eens zien dan. Wat zit je nou aan je lul te krappen? Heb je jeuk of zo? Ja. Is het ter compensatie verder laten zien? Wat op, die hebben we al op de film staan. nou, maar was, dat was een beetje zo. Oh, die hebben minder. Nee, een mooi boot. Dit is ook lekker zo, die ronde van het skiën. Het is een beetje een skiboot, hè. Top. Ja, gewoon een lekkere boot maken ook. Mooi hoor, dan kan ik hier niet omhoog doen. Ja.
een keer er een beetje zo op zitten. Ja. Ik moet nog een keer een mooi stuurtje hebben, jongens. Rond. Je vaart toch alleen maar rechtuit. Daar, mooi ding. Ja. Heel veel plezier. Even een bonusstroom. Ja, toch? Hou die tent dicht, hè, Sanne? Vet. Ja, dat was toch een cool filmpje, of niet? Nee, dat is het helemaal. Spoelen? Nee. Oh, je zit er al in. Sorry hoor. Heb je de GoPro op, joh? Dat is wel cool. Ja? Koud hoor. Een nieuw patroontje. Wanneer was de ribbets? Waar we naartoe zijn geweest, Niels? Dat hebben we nog niet gehaald. Nee. Dat vind ik zo mooi dat dat erop staat. Maar high wind, 100 mijl per uur waterproof. Ja. Non-waterproof voor als je meer dan 100 mijl. Zie ik je daar nog snoepen, Marco? Maar zonder douche. Is die ook waterdicht? Ja. Nee. Dit douche. Maar dat is mooi, hè? Oh, ze zijn zo lekker. Ja. Ja, je ziet, ik hou van gezond eten, hè? Je zorgt geen goed voor ons, Marco. Geen sauzen, alleen maar gezond. Ik weet gezond. Nu al hoe vaak de mini mineralen. Dat is oneindig. Kijk nou naar Fanny. Op je werk. Oh, achtergrond. Fucking benieuwd hoe die los nog gevraagd. Niet. Nee? Nee. Zijn missie service, denk je? Dat merken we zelf. Nee.
etappe van de Tour de France gewonnen. De Duitser verzocht in de massasprinter door Alexander Kristoffer zo de eerste Finse winnaar in de 100 Tour. En Igor Seisling.